Ja, kijk, een autist, dat is iemand die richt zich op één punt, hè. En die kan in sommige dingen heel goed zijn en in andere dingen weer niet. Ja, we moeten zeggen, een beetje vreemd. Als ze vreemd overkomen ook, hè. Met gebaren en zo. Maar sommigen merken niet veel aan. Dat kan ik eigenlijk niet vertellen wat er bij het overbouwt. Dat zijn mensen die een beetje spastisch zijn of zo. Een beetje spastisch, een beetje, ik wil niet zeggen, een beetje Down-syndroom-achtig alleen. Je ziet het niet aan hen. Ja, er valt nog heel veel te verbeteren als het om die beeldvorming over autisme gaat. Het barst volgens mij van de vooroordelen. Iemand die daartegen ten strijde trekt, dat is Floor van der Hart. Onze eerste gast vanavond. Laten we eerst eens even proberen een beetje een beeld van jouzelf te krijgen. Vertel eens, hoe zit jouw week in elkaar? Mijn week, ik ben moeder van 2 tienerdochters. Ik ben werkzaam bij 2 werkgevers. Een werkgever in de sport waar ik HR-manager ben. En een werkgever in de zorg waar ik een woonbegeleider ben. Dus in de gehandicaptenzorg. Dus, daarnaast doe ik nog een studie. Dus ik ben, ik ben een druk baasje. En heb je nog wel tijd voor rust daartussendoor? Het is heel belangrijk dat ik mijn rust pak. En omdat ik zo druk ben, is dat soms wel eens een hele grote uitdaging. Ja. Ja. En je doet die studie ook omdat je hoopt dat dan later een werkkind krijgt, psychomotoren therapeut of iets dergelijks? Ja, klopt. Ik studeer op het HBO-studie in Zwolle, psychomotorische therapie. En ik hoop dat ik daar uiteindelijk 1 van mijn ervaringsdeskundigheid, 2 het werk in de zorg en mijn passie voor sport, daar een goede combinatie in te kunnen maken. Ja, mooi. Nou, je hebt ook een diagnose autisme. Dat klopt, ja. Wanneer heb je die gekregen? 4 jaar geleden, toen ik 37 was. Toen heb ik officieel de diagnose gekregen. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een artikel wat ik las in de Psychologie Magazine. En dat was een artikel wat getiteld was, Mijn moeder heeft Asperger. Mm-hmm. En toen ik dat las, toen had ik zoiets van, hè, dat gaat over mij. Want wat was precies wat daarin opviel? Ja, ik weet niet precies meer wat erin opviel, maar het was in ieder geval zo'n herkenning van bepaald gedrag wat ik vertoon en waar ik tegenaan loop. Bepaald sociaal gedrag, maar ook prikkelgevoeligheid. Dat was eigenlijk aanleiding. Er zat ook nog een test bij die ik kon doen. Een soort zelftest? Ja, een soort van zelftest. En die heb ik zelf gedaan en mijn dochter heeft die gedaan. En wij scoorden heel erg hoog. En toen heb ik die test. Jouw dochter ook? Ja, mijn dochter ook. En toen heb ik die test voorgelegd aan mijn partner, aan mijn andere dochter en aan mijn ouders. En de ene scoorde heel hoog, mijn vader bijvoorbeeld, maar de rest van de familie scoorde. Die heeft geen diagnose? Die heeft geen diagnose, maar de rest van de familie scoorde heel laag. En dat was voor mij aanleiding om eens een bezoekje aan de dokter te brengen en te vragen of dat dan niet is. Ja, je bent toen naar de huisarts gegaan, begrijp ik. Ja. En vervolgens de GGZ? Of ja, precies. En daar werd het hele toetsbatterij op ons losgelaten. En eigenlijk kregen wij praktisch tegelijkertijd dezelfde diagnose, de stoornis van Asperger. Hmm. En hoe was dat om zo'n diagnose te krijgen? Aan de ene kant wel een soort gevoel van, zit het zo? En nou snap ik wel waarom bepaalde dingen zo lastig gaan. Aan de andere kant was ook een stukje rouw. Dat gaat ook niet meer helemaal veranderen. Dus daar zit ik ook echt de rest van de leven. Ja, precies. Het is wel een ziekte die, of een ziekte of een aandoening die de rest van je leven ook bij je blijft. En tot dan toe heb je dat daar nooit over nagedacht. Ja. Maar je had tot dan toe wel al zaken die je in leven voorbij kwamen waarvan je afvroeg van, hoe zit dat nou precies bij mezelf? Ja, mijn leven was tot dat moment niet heel gemakkelijk geweest. Maar ik had mezelf nog wel kunnen redden tot een bepaalde hoogte. Maar het was zeg maar niet de makkelijkste weg. En nog even die periode van rouw waar je het over hebt. Heeft dat lang geduurd? Ik denk dat dat ongeveer 1,5 jaar heeft geduurd dat het af en aan speelde. Verdorie, waarom is dit? Ja, waarom heb ik dit? En waarom kan ik niet gewoon zijn en er gewoon bij horen? En waarom gaan dingen bij mij altijd zo lastig of met veel strijd gepaard? En nu is er veel meer acceptatie gekomen, eigenlijk. Ja, want als ik jou dan zo hoor opsommen wat je allemaal doet, dan denk ik van, nou, dat is nogal wat. En waar loop je dan aan vanuit je autisme?
Nou, met wat ik heel lastig vind is om... Ik kan heel veel sociale zaken kan ik heel erg goed. Alleen het gaat niet automatisch. Dus het is iets wat ik moet aansturen. Wat bij normale mensen, of neurotypische mensen, zo noem je dat, niet zo is. Die kunnen automatisch sociaal reageren. En bij mij moet het een soort van... moet ik daar me heel bewust in zijn. Mm-hmm. En daarnaast heb ik heel veel te maken met prikkels die op mij net heftiger... bij mij net wat heftiger binnenkomen dan bij andere mensen. En dus dat ben ik dan constant aan het doen. Dus eigenlijk kost het doen van normale dingen mij gewoon meer energie dan andere mensen. Mm. Ik vond het wel grappig, want in een voorgesprek, telefonisch, vertelde jij van... ik kan bijvoorbeeld heel goed organiseren en plannen. Ja. En ik bedoel, dat wekte ook weer verbazing, vertelde je, bij mensen als je dan vertelde dat je autisme had. Ja. Dat is eigenlijk ook zo'n vooroordeel. Ja, dat mensen klopt. Met autisme. Nou, maar dat is overal in verweven. Ik weet dat toen ik de diagnose kreeg, ben ik met een coach aan de slag gegaan. En toen bleek dat het wel handig was als ik wat zorg zou krijgen op bepaalde gebieden. En met die coach hadden we een aanvraag gedaan voor een PGB. Dus dat ik geld zou krijgen om die zorg ook te kunnen krijgen. En toen bleek dus dat alle zorg die ik eigenlijk nodig had, niet vergoed was. Maar alleen het feit dat je, als je niet goed kan plannen en organiseren, dan is daar wel hulp voor. Of dan krijg je daar wel geld voor. Ja. En dat was dan net niet op mij van toepassing. Dus dat is dan ook een soort van vooroordeel, wat helemaal in zo'n systeem is doorgecijpeld. Ja, 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 en ja. Waar dan wel geld voor is. En ja, ik als mens kom daar dus niet mee uit. En nee. Dat is dan, Dat is dan heel erg jammer. En jouw dochter, hoe trekken jullie nu samen op in die strijd of werkt dat anders? Nou, ze is ook gewoon puber. Dus het is ook gewoon de normale puberstrijd die ouders met kinderen hebben. Mm-hmm. Op bepaalde gebieden kan ik haar heel goed begrijpen. Op bepaalde gebieden accepteer ik ook bepaalde dingen niet die ze bij andere mensen neerlegt. Van ja, ik ben gewoon autistisch, dus ik begrijp dat niet. Excuus, ja. Excuus. En dan zeg ik ook van ja, nee, daar hoef je bij mij niet mee aan te komen. Ik weet hoe het is. Ja. En ik weet dat het inderdaad lastig is, maar we gaan niet uit dat er niet verandering mogelijk is. Of dat we niet iets kunnen verbeteren. Nou, dat vindt ze soms heel lastig. Mm. Maar heeft zij dezelfde kenmerken als jij? Tot op een bepaalde hoogte. Tot een bepaalde dus daar kun je elkaar wel in herkennen dan ook? Ja, zeker. Dat is wel een soort van gezamenlijkheid. En daarin steunen waarschijnlijk. Ja. Ja, ik weet, vraag me af wel in deze periode van haar leven of ze dat zo ervaart. Mm. Ik denk dat ze wel zegt dat ik wel eens wat te veel van haar vraag. Omdat ik weet dat dingen te overwinnen zijn. En dat ze zegt, ja, maar mam, ik ben niet jou. En daar heeft ze heel erg gelijk in. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ja, kijk, als we het over vooroordelen hebben, want we komen straks ook even bij die andere rol van je. Wat zijn dan de vooroordelen waar jij je het meest aan ergert, zou ik maar zeggen? Nou, dat is heel gek misschien om te horen. Maar het ergste vooroordeel is dat mensen tegen mij zeggen, goh, van jou had ik dat nou niet verwacht, want jij bent zo sociaal. Dan word ik wel eens heel diep geraakt, omdat ik niet kan laten zien hoeveel moeite het mij kost en hoeveel kracht het mij kost om dat te doen. En dat zou voorbij gaan aan ik wil er heel graag bij horen. Ik wil er onderdeel van uitmaken van de hele wereld en van de maatschappij. Maar het kost mij gewoon soms zoveel kracht dat als mensen dan zeggen van goh, van jou had ik het echt niet verwacht, jij bent zo sociaal. Dan denk ik wel eens van ja, dat is heel makkelijk. Dus het feit dat ik me wil aanpassen en erbij wil horen. Je ziet niet wat het mij doet, zeg maar. Kun je het ook zien als een compliment? Ja, tuurlijk. Zo is het bedoeld. Uh-huh. Maar op dat moment geven ze ook aan dat ze zich van, niet maak in je verplaatsen. Nee, waar maak je je druk om? Dat is, dat is de indirecte boodschap ook. Van, als je dat toch kan, als je toch zo sociaal bent, weet je, waar hebben we het dan over? En dan denk ik van ja, elke ochtend is het weer een strijd. Om dat weer aan te gaan, weer te doen, weer te moeten presteren dus eigenlijk. Waarin het sociale voor andere mensen natuurlijk is. Ja. En, maar krijg je dat wel uitgelegd? Dat lijkt me zo lastig. Want autisme is al zo'n lastig begrip om uit te leggen. Ik bedoel, dat wil je dan in glasheldere zinnen vertellen aan een ander. En je hebt geen idee of dat zo binnenkomt, hè? Nee, maar ik denk dat het voor mij vooral het belangrijkste is dat ik in gesprek kan blijven met mensen. Omdat in gesprek ontmoet je elkaar. En op het moment, zeg maar, dat je in vooroordelen zit,
dan verlies je elkaar. Ja. Dus ik probeer altijd het gesprek te onderhouden. Dus ik probeer altijd te kijken van, goh, nou, ik begrijp aan zich dat iemand dat zo tegen mij zegt. En dus, maar dan ga ik zeggen van, nou, zal ik je even schetsen hoe mijn dag eruit ziet en hoe ik mij 's avonds voel, ja, na zo'n hele dag. En misschien begrijp je, ja, dan is dat open, zeg maar. Zo van dat het soms ook veel meer kracht kost dan dat ze aan de buitenkant kunnen zien. Ja, want hoe werkt dat dan in je werk? Kom je daar veel situaties tegen waarin je denkt van, nou, ik ga de ander er even op wijzen dat dat voor mij anders werkt? Of misschien voor een ander anders werkt? Ja, nou, ik heb veel gewerkt met autistengroepen. En wat je daar vaak ziet is dat er structuur geboden wordt. En dat komt omdat men ervan uitgaat dat autisten onder structuur wel varen. Dat is aan zich wel zo, maar dat moet je wel echt leven. Je moet dat als begeleider moet je dat ook echt voelen. Want als jij aan de ene kant zegt, we doen het zo, want dit is de structuur, maar eigenlijk geloof je er niet in. Ja, een autist is niet ongevoelig. Hij voelt de discrepantie tussen hetgene wat je zegt en wat je doet. En ik probeer dus bij collega's wel eens, ik werk natuurlijk in de zorg ook met collega's samen, daar hen wel eens bewust van te maken. Door te vertellen van, nou, ik word hier al onrustig van. Ja. En ik kan het nog uitleggen. Hm. En zij zijn vaak niet zo mondig om dat te kunnen uitleggen. Dus ik ben soms ook wel aan het vertalen voor mijn... En dat vinden collega's ook prettig? Ja, dat geven ze vaak terug, omdat ik dan geleerd heb om dat op een genuanceerde manier te doen. Ja. Vinden ze die feedback heel vaak heel prettig, ja. Ja, nou, dan komen we ook even bij de rol die jij ook hebt. Ambassadrice van de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Ja. Hoe ben je daar zo terecht gekomen? 3 jaar geleden was er een campagne, de hulplijn voor mensen zonder een psychische stoornis. En daar zochten ze mensen die achter de hulplijn wilden plaatsnemen. Dat waren dan mensen met een psychische stoornis. En daar ben ik toen terecht gekomen. En later hebben ze gevraagd of ik ambassadrice wilde worden voor werk. En dat houdt in dat ik het gesprek over mensen of over het hebben van een psychische aandoening binnen werk bespreekbaar maak bij collega's. En zo probeer een olievlek te bereiken, zodat niet alleen je collega's, maar ook de organisatie betrokken is bij dat er heel vaak mensen zijn met een psychische aandoening. En in mijn geval spreek ik als ervaringsdeskundige met de stoornis van Asperger, maar feitelijk open je het gesprek voor alle stoornissen die er op dat gebied eigenlijk zijn. Dus je komt nu regelmatig op draven om verhalen te vertellen. Ja, zoals hier. Voorlichting. Ja. Ja, wij zijn ook op die manier bij jou gekomen, ja, eigenlijk, precies, via de stichting. Ja. En wat levert dat op? Wat ik je net al vertelde is dat sommige dingen mij gewoon heel veel kracht en heel veel energie kosten. En dat in mijn leven ik anekdotes heb of zaken heb meegemaakt die met veel strijd en met veel weerstand gepaard gingen. En eigenlijk gebruik ik die zaken die gebeurd zijn nu om dingen duidelijk te maken, waardoor andere mensen ook wel eens de oogkleppen, de schellen van de ogen eigenlijk vallen. Ze van, oh, zit dat zo? Dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En daardoor wordt iets wat toen zinloos was, of in ieder geval voor mij gevoel zinloos was, wordt nu zinvol, omdat ik daar andere mensen mee kan helpen. Ja. En goed werk. Ja, dat vind ik wel heel, dat geeft mij heel erg bevredigend gevoel. Ja, ja zeker. Oké, ik denk dat wij het hierbij laten. We zijn inmiddels ook weer 20 minuten onderweg, dus dat gaat hard. Ja. Dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Nou, ik hoop dat wij ook een heel klein beetje hebben bijgedragen aan die beeldvorming rond autisme. Dat doen we, althans, dat proberen we iedere uitzending weer opnieuw te doen. Bedankt voor het kijken, bedankt ook voor het reageren. We zien u graag terug bij onze volgende uitzending. Tot ziens.